Bij Kolping Boys werd vrijdagmiddag opnieuw een vriendinnenmiddag georganiseerd voor meiden van 6 tot en met 14 jaar met voetbalaspiraties. Kolping heeft al een aantal damesteams en wil dat graag zo houden. Dus werd het succesnummer van vorig jaar gewoon nog een keer uit de kast getrokken. En wederom met succes. Dit is de tweede keer dat we de Vriendinnendag doen voor meiden van 6 tot en met 14. Het is wel zo dat we voor de nog jongeren, dus 5 jaar, 6 jaar, dan hebben we ook gewoon, dat heet instuifdagen. En dat is tijdens de normale training van de pupillen, F-pupillen en kabouters zoals het heet, op de woensdagmiddag. Nou, wij zien dat er best wel vraag is of animo van de meiden om te gaan voetballen. En wij proberen ze dat eerste zetje in de rug, proberen we ze te geven met die Vriendinnendag. Het is een laagdrempelige manier om met voetbal in aanraking te komen met vriendinnen. Dus dat is vertrouwd. Maar toch ook weer nieuw voor sommigen. Dus, we hopen ze natuurlijk nu dat ze geïnteresseerd raken in Kolping Boys. We zijn in 1939 opgericht en ja, die naam Kolping Boys die blijft er echt wel in voorlopig. Wat voor meiden komen hier nou op af? Meiden die al een andere sport doen of meiden die nog geen sport doen en graag willen voetballen? Ja, maar je ziet toch wel dat ze vaak nog geen sport doen, nog niet aan sport doen. We zien wel vanuit de school voetbalcompetitie dat de meiden geïnteresseerd raken. Dat ze dan in met een vertrouwde team van de school spelen. En dat ze zeggen, maar ja, we willen graag toch wat meer met voetbal doen. En we willen elke week voetballen en trainen. De competities die zijn dus allemaal zaterdag gericht, op de zaterdagmorgen. En ja, je ziet toch wel al meer ook in de omgeving teams, ook de Alkmaarse clubs, de meeste Alkmaarse clubs die hebben wel een meisjesteam. En het zwaartepunt ligt bij Kolping Boys, Koedijk en Jong Holland als je naar Alkmaar kijkt.